Maar even een update hier. Wat voor Mac je ook hebt, waarschijnlijk heb je een toetsenbord en een muis. Of een trackpad, of misschien wel allebei. En hoewel de muis heel fijn is voor het aanwijzen van dingen bijvoorbeeld, is het ook wel wat langzamer voor sommige dingen. Dus ik open hier bijvoorbeeld even een documentje. En nu zie ik hier een diepfout in het begin. Laat even de muis en het toetsenbord erbij pakken. En dan kan ik met de muis daarheen gaan, klikken en dan op delete drukken. Maar vooral als je dit doet terwijl je aan het typen bent, betekent het dus dat je je handen van het toetsenbord moet halen, helemaal precies naar dat ene punt moet gaan en dan weer terug naar het toetsenbord. Nou, het is natuurlijk niet alsof dat uren werk kost, maar het haalt je wel een beetje uit het moment. Dus wat was handiger geweest? Als ik gewoon even op het pijltje naar rechts druk op mijn toetsenbord, en waarschijnlijk wist je dat al, dan ga je een teken naar rechts. En wat je misschien nog niet wist, is dat je zo ook een heel woord kunt opschuiven. Het enige wat je moet doen, is de Option Toets ingedrukt houden en Option Rechts zet me een woord naar rechts. Option Links naar links. Gebruiken we de commandoets Toets in plaats van de Option Toets? Dan gaan we naar het einde van de regel zelfs. En ook hier weer met links. Naar het begin. Dit kun je ook combineren met andere toetsen. Zul dus je bijvoorbeeld één letter verwijderen, dan druk je op delete. Maar wil je één woord verwijderen, dan gebruik je option delete. Wil je tekst selecteren? Dan gebruik dan shift met shift ingedrukt en in de pijltjes toetsen selecteren we tekst. En doen we option erbij, gaat dat per woord. En comment erbij per regel. Zo dus zijn er nog een aantal handige toetsencombinaties. De meeste hiervan vereisen dat je de Command-toets ingedrukt houdt. En met die toets ingedrukt een letter indrukt. Dus bijvoorbeeld, terwijl we hier wat tekst geselecteerd hebben, kunnen we dat kopiëren met command C. Of knippen met command X. En vervolgens kunnen we het ergens anders plakken met command V. En let op dat ik in al die gevallen. Eerst de commandoets indruk en dan met die toets nog steeds ingedrukt op zo'n letterdruk. Zou ik de commandoets eerst loslaten voor bijvoorbeeld de C-indruk? Dan verschijnt er gewoon een C. Willen we dit nu bewaren? Gebruik Command S voor sla op, of voor het Engelse save als je dat makkelijker vindt. In veel programma's waar je kunt afdrukken kun je Command P doen. De p van printen om het printen te starten. En met escape kun je vaak iets annuleren. Wil je een document sluiten, dan kan dat meestal met command w. Dat kun je onthouden als de w van weg ermee. En de hele app afsluiten doe je met command q. De q van het Engelse woord quit. We zitten nu weer in de Finder. En als we daar een nieuw venster willen openen. Kan dat met command N, de N van nieuw? Dit werkt in bijna alle apps om een nieuw venster of een nieuw document te openen. Ook bijvoorbeeld in een mail is dit handig om zo een nieuw mailtje te starten. En zo zijn er nog veel meer sneltoetsen op je Mac en je kunt er zelfs zelf aanmaken. Wil je meer met sneltoetsen doen? Probeer jezelf dan af en toe te stoppen als je de muis pakt. Zeker voor acties die je veel doet en gewoon eens te kijken of er een sneltoets is. Dat kan natuurlijk door in een zoekmachine in te typen: Sneltoets Mac Nieuwe E-mail. Er zijn specifieke programma's voor, maar de Mac laat ze ook handig aan je zien. Klikken we hier in een mail, bijvoorbeeld, op Archief. Dan zie je daar naast Nieuw Bericht het symbool en een N staan. En dat betekent dat Command-N bij die actie hoort. Dat betekent dat je wel even moet weten wat de symbolen zijn. Als je een Apple-toetsenbord hebt, staan ze gewoon op je toetsenbord afgebeeld. Maar voor de zekerheid, dit is Command, Option of Alt, Control, Shift, Tab en Escape. En dat zijn waarschijnlijk de belangrijkste om te weten. Nou, dit even als een. Uh, nou ja, de video is denk ik ongeveer 5 minuten, maar, maar toch als een redelijk korte introductie voor Mac sneltoetsen. Er is nog veel meer over te zeggen en op applecoachnl sneltoetsen heb ik ook een handig speakbriefje voor je. En dat mag je gewoon gratis van me downloaden. Ten slotte is de beste tip die ik heb, af en toe gewoon een actie te kiezen, dat is wat je vaak doet. En daar de sneltoets voor het leren. Ga het niet met 50 dingen tegelijk doen, dat onthoud je toch niet. Kies er één die je veel gebruikt. En maak zo in kleine stapjes het werk op je Mac weer wat sneller en leuker.